De rentree van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal is uitgelopen op een deceptie. Hier in het Stade de France ging Oranje met 4-0 onderuit tegen vice wereldkampioen Frankrijk. Te neergeslagen spelers spreken van een kansloze avond. Een kansloos verloren. En goed elftal Frankrijk. Helemaal als je na 7 minuten 2-0 achterkomt. En dan op naar de volgende. Nee, we maken te vroeg fouten, zeg maar. Waardoor we achterkomen. En op een achterstand komen tegen deze ploeg is gewoon, dan wordt het heel lastig. Omdat zij zijn heel goed in de ruimtes, als je ruimtes moet laten. En als je dan moet aanvallen en een doelpunt moet maken, lijkt je steeds meer ruimtes. Dus dan loop je eigenlijk vanaf minuut 7 met 2-0 loop je achter de feiten aan. En toen het nog 3-0 werd, dan wordt het helemaal lastig. Omdat je kan ook niet zomaar hals of kop gaan aanvallen. Want dan schieten ze er nog 5 in met hun snelheid. Dus gewoon een dramatische avond voor ons. Uiteindelijk was duidelijk dat het niet goed stond, dat het niet goed liep. Niet naar tevredenheid. Maar goed, uiteindelijk was het aan mij om te zorgen dat zeker ook voor hem wat meer druk op kwam. In ieder geval dat we er wat meer een wedstrijd van konden maken. En ik denk dat wel gelukt is. Ik denk duidelijk dat je het in de tweede helft ook zag. Maar goed, dat het niet goed was vandaag is duidelijk. Het moet gewoon beter, laat me het zo zeggen. Iedereen weet het en morgen zullen we goed bespreken wat is gebeurd. Poot was het gemis van Frenkie de Jong? Ja, dat is zeker creativiteit vanuit achteruit. Ja, weet allemaal wat hij kan. Of dat vanavond geholpen had, wie weet, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Nee, ik denk dat elke ploeg Frenkie de Jong mist, als hij er niet bij is. Want Frenkie de Jong is een van onze, misschien wel onze belangrijkste speler. Die creëert, die bepaalt, die opbouwt. Maar goed, dat is niet een excuus om zo matig te voelen. Ik bedoel, het zijn allemaal Nederlands elftal spelers, worden allemaal opgeroepen, moeten allemaal capabel zijn om hier te spelen. Maar goed, dat je een type zoals hem mist, dat is denk ik wel duidelijk. Ronald Koeman die zei in zijn eerste persconferentie maandag dat hij jou toch echt wel als buitenspeler ziet. Ik heb het ook teruggezien in sommige wedstrijden. En hij zei ook dat hij zeker nog een optie voor mij op de teampositie ziet. In bepaalde wedstrijden hopelijk, dus zullen zien.